Nog niet zo lang geleden is onze fractie naar de film geweest. Heel gezellig, met elkaar. Sorry We Missed You, van Ken Loach. Het was een indrukwekkende film. Iedereen kwam daar eigenlijk best wel verslagen uit. En als je dan met elkaar daarover doorpraat, wat is dat nou? Was het nou zo briljant gefilmd? Zit het script zo goed in elkaar? Maar eigenlijk komt het door de herkenning die we allemaal zien met ons eigen leven, als we daarnaar kijken. We zien allemaal die pakketbezorger bij ons komen. En we denken erover na welk gebrek aan zekerheden deze persoon heeft. We denken allemaal aan de thuiszorgmedewerker die we allemaal kennen uit ons werk of uit ons privéleven. De wereld is veranderd. De samenleving is veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we een fantastische verzorgingsstaat opgebouwd, gebaseerd op solidariteit. Het idee dat we allemaal meebetalen om elkaar te verzekeren voor die momenten van ongeluk. En dat bestaat voor heel veel mensen niet meer. Voor die pakketbezorgers, voor thuiszorgmedewerkers die geen medewerkers zijn, maar thuiszorgondernemers eigenlijk. En daar gaat iets mis. En ik ben heel blij met de rapporten van de WER en van de commissie Borslap. Veel dank aan beiden. Laat het een basis zijn voor het goede gesprek. En ik snap heel goed als de heer Borslap zegt, doe nou niet aan cherrypicking. Pak er niet iets uit of probeer het nou als geheel te zien. En dat wil ik ook doen. Maar ik heb wel één zorg. Als ik het rapport lees, dan verschilt dat ook van het tussenrapport wat ik heb gezien. En het lijkt soms wel alsof we weer in een traditionele groef vallen, waarin we denken, en links moet iets van pijn hebben, en rechts moet iets van pijn hebben. Maar dat is helemaal niet de kwestie. Zoals we er ook niet in moeten vervallen, dat we gaan opnemen voor allerlei groepen op de arbeidsmarkt voor wie het ene een beetje een verbetering of een verslechtering zou kunnen zijn. Laat ik beginnen bij de ZZP'ers. Misschien wel een van de moeilijkste onderwerpen. Er zijn partijen, ook mijn partij, die veel ZZP'ers ook in hun achterban hebben. En praten over verplichte verzekeringen kan dan eng zijn. Hoe? Wat pakken we iemand af? Iemand is toch een ondernemer? Solidariteit betekent dat je meedoet in sociale zekerheid niet omdat jij verzekerd moet zijn, maar omdat wij verzekerd moeten zijn. Het kan betekenen dat jij individueel een iets hogere prijs betaalt dan je zou willen. En ja, je kan het individueel regelen bij een verzekeraar. En dat is misschien voor jou beter, maar voor de samenleving als geheel niet. En als je jong bent en alles gaat goed en alles gaat vlekkeloos, dan heb je ook al die verzekeringen niet nodig. Waar betaal je eigenlijk voor? Maar er komt een moment waarop het wel nodig is. En het pleidooi wat ik zou willen houden is dat we met elkaar open kijken naar die arbeidsmarkt. Dat we niet aan cherrypicking doen, maar dat we ook niet gaan doen en links moet een beetje pijn hebben en rechts moet een beetje pijn hebben. Het gaat erover dat we ervoor zorgen dat die mensen op de arbeidsmarkt zekerheden hebben. Beschermd zijn voor het moment dat het even tegen zit. En dat betekent dat we weer naar collectiviteit moeten. Dat we meer dingen met elkaar zullen moeten organiseren. En de paradox is, hoe meer we met elkaar collectief gaan organiseren, hoe vaker we het woord verplicht in sociale zekerheidsregelingen stoppen, hoe groter de individuele vrijheid. Want als mensen verzekerd zijn van inkomen als het even misgaat, dan zijn ze ook eerder in staat om stappen te zetten. Om risico's te nemen. En om de vrijheid voor zoveel mogelijk mensen te vergroten, zullen er meer verplichtingen nodig zijn in onze sociale zekerheid. Voorzitter, de tijden zijn veranderd. En we zien dat kapitaal eigenlijk altijd wint. Als je de beursberichten leest over hoe het met bedrijven gaat en de winsten gaan maar iets naar beneden, dan zie je gelijk dat er wordt gesproken over hoe er ingekrompen moet worden over het personeelsbestand. Daar moeten we van af. We zien dat in deze kapitaalintensieve economie kapitaal altijd wint. En werknemers verdienen die betere bescherming. Niet alleen tegen dat ontslag, maar ook dat ze mee profiteren van de vooruitgang die er is. Want de grootste winsten die er worden gemaakt, gaan niet naar werknemers. Die gaan ook niet terug het bedrijf in, wat ook een prima investering zou zijn. Maar het gaat naar de aandeelhouders via dividendwaarde. En ook dat aanpakken hoort bij een arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Dank u wel. Dat is het einde van uw betoog, maar ik zie een interruptie van de heer Van Wijnberg. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou even willen doorgaan op het punt van de zelfstandige ondernemers.
Ik deel wat de heer Klaver daar zegt over... Het is ook steeds minder makkelijk om met een schaartje te knippen. Er hangt veel te veel, wat mij betreft, aan die contractvorm af. Een soort basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De heer Asje noemde terecht het schijnende voorbeeld van vanochtend in de krant. Dat begrijp ik. Maar is de heer Asje, of is de heer Klaver het ook met mij eens dat als je dat doet, hè, dus meer een soort basiszekerheid daar maakt. En je gaat misschien het fiscale speelveld nog iets gelijker maken. Dat juist ook de ruimte zou moeten bieden om die mensen die zeggen, ja, maar ik kies voor dat zelfstandig ondernemerschap, omdat ik dat zo graag wil, omdat het bij me past, dat dan juist hen meer ruimte moet geven, omdat je wat stukken van de sociale zekerheid en de belastingbehandeling wat meer gelijk hebt gemaakt. Want dan wordt het niet meer gedreven om misschien verkeerde motieven, dat je je niet kunt verzekeren en goedkoper bent, vaak niet uit eigen vrije wil trouwens. Maar dan biedt zo'n systeem met basiszekerheden voor alle werkenden toch ook ruimte om wat meer recht te doen aan al die ondernemers die graag voor dat ZZP-schap kiezen. De heer Klaver. Op het gevaar af dat ik u niet goed heb begrepen, maar dat is nog nooit een belemmering geweest om een antwoord te geven wat je graag zelf wil geven. Denk ik dat het gelijktrekken van belastingen en zorgen... Kijk, laat ik even terug. Wat was er zo fijn in de opbouw van de verzorgingsstaat? Waarin we zorgden dat er een collectieve of een universele sociale zekerheid is. Dat belastingregimes voor allerlei verschillende werkenden hetzelfde zijn. Of dat het aantal type werkenden dat je terugdringt. Het zorgt ervoor dat je concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaat. Ik denk dat dat een grotere vrijheid geeft aan iedereen om die vorm te kiezen die bij hem past. Dan wel als ondernemer, dan wel in vaste dienst. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zal betekenen dat ze voor die vaste dienst kiezen. Maar ook voor ondernemers. Ik heb niks tegen ondernemerschap. Ik vind het prachtig. Als jij als ZZP'er aan de slag wil, ga je gang. Maar te veel mensen worden in die positie gedwongen. En daar zit het probleem. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, dit is een hoopvol antwoord. Dit was inderdaad precies, ik sloeg aan op die warme woorden van de heer Klaver. Omdat het rapport van de commissie Boslab, vind ik, iets te veel zegt van ja, of je het nou zelf wil, dat schakelen we een beetje uit. Het staat erin, hè. De wil van partijen vind ik niet meer relevant. En ik vind eerlijk gezegd dat als je meer die basiszekerheid regelt, dat recht kan, dat misschien juist wel meer ruimte biedt om precies te doen wat de heer Klaver tot mijn vreugde zei. Namelijk, wil je het heel graag? En 9 op de 10 zelfstandigen wil geen vaste banen, die willen zelfstandiger worden. Dat mag. Dus ik dank de heer Klaver voor dit heel bemoedigende antwoord. En ik denk dat veel zelfstandigen zich daar heel erg gesteund op voelen. De heer Klaver. In ieder geval, ik weet niet hoe dat voor alle zelfstandigen is, maar de heer Van Wijenberg die loopt echt weg alsof hij net de jackpot heeft gewonnen. Dus ik ga heel voorzichtig zijn in mijn woorden, want ik wil zijn avond niet vergallen. Daar zit wel een grote maar aan. Kijk, wat de heer Boslab ook zegt, is eigenlijk bij het werknemer tenzij principe, daar geloof ik heel sterk in. Het zou best kunnen dat er nu mensen rondlopen die zeggen, ik ben ondernemer, want ik ben postbezorger. Of ik bezorg pakketjes en daarmee ben ik ondernemer. Laat ik hier heel helder zijn. Ik vind dat deze mensen gewoon werknemer zouden moeten zijn. Dus ik kan deels met u mee. Er is ook een hele categorie mensen voor wie het niet geldt. Die prima zelfstandig ondernemer kunnen zijn in allerlei beroepen. Maar er zijn te veel vakgebieden op dit moment. Waarin ook mensen rondlopen die zeggen, ja, maar ik vind het heel leuk om pakketjes te bezorgen. En ben ondernemer. Ik vind eigenlijk dat het gewoon werknemers zijn. En dat ze in vaste dienst moeten komen. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, het eerste antwoord beviel mij inderdaad beter. Maar laten we op zoek gaan naar wat ons bindt. Wat ik mooi vond namelijk in het antwoord van de heer Klaver. En ik hoop dat hij daar wel ook nog steeds achter staat. Is het concept dat als je het gelijker maakt... De minister vindt het heel leuk. Met die basiszekerheden. Ja, ik vind het ook heel leuk, u ook volgens mij. Maar even zonder dolle. Ik snap heel goed wat u zegt over groepen. Wat u zegt, sorry, maar dit is niet het vrije wil. Of het heeft een negatieve uitstraling op anderen. Dat snap thuiszorg, ik. Thuiszorg, ook geen ondernemers. Nee, maar dat wil ik allemaal. Maar heel veel groepen mensen die bijvoorbeeld in de palliatieve zorg zitten, die ken ik, hè, die 24 uur zorg doen, soms stervensbegeleiding, die hebben gekozen voor het ondernemerschap. En ik vind dat als je zorgt voor meer basiszekerheden, daar vinden we elkaar, als je zorgt voor een speelveld dat mensen dat niet om fiscale redenen zouden doen, snap ik ook, dat dat dan wel ruimte biedt om die voorkeur ook niet uit het oog te verliezen. En ik hoop dat we elkaar daar wel kunnen vinden, want heel veel zelfstandigen die dit uit vrije wil doen, die volgens mij dat ook echt ondernemen, zijn door het gebeeld, u moet ook werknemer worden. Gewoon wat bezorgd over het rapport van de commissie Boslab. En uw woorden helpen vast om die zorg wat weg te nemen. Een vronde, de heer Klaver. Ik begon eigenlijk pas net, voorzitter. Ja, de heer Stoffel staat al een tijdje te wachten. Ja, kijk. Er zullen ondernemers blijven. En dat is ontzettend belangrijk. Maar ik denk dat... En die ruimte die zal er zijn, ook hoe we onze sociale zekerheid inrichten. Maar ik mag toch ook hopen dat de heer Van Wijnberg het wel met mij eens is, dat de wijze waarop we
onze arbeidsmarkt en onze sociale zekerheid gaan hervormen, dat het ertoe gaat leiden dat er minder zelfstandigen in Nederland zullen komen. Ik denk dat dat de consequentie gaat zijn van de keuzes die wij met elkaar moeten maken. Laat onverlet dat er daarnaast nog veel mensen ook zelfstandig zullen werken. De heer Stoffer. Ja, voorzitter. Mooi betoog van de heer Klaver. Maar er was toch één ding, toen dacht ik, ja, zet me aan het denken. Dat is op zich altijd goed, maar dat woordje verplicht. Op een gegeven moment zei de heer Klaver van, dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk terug laten komen. Want dan heb je de ultieme vrijheid om te kiezen. Maar als je dat toch tot in het ultieme doortrekt, overal verplicht voorzet, dan heb je toch geen enkele prikkel meer om nog iets te doen. Want dan is toch alles al verplicht. De heer Klaver. Ja, dat is waar. Ja, als je overal verplicht, dus ik weet het, misschien kan de heer Stoffer aangeven wat hij bedoelt. Als je overal verplicht voorzet of achterzet, dan heb je geen vrijheid meer. Dat klopt. Ja, ik bedoel niks, maar ik hoorde de heer Klaver zeggen van hoe meer dat voorkomt, hoe beter het is. Ah, nou, dan zal ik me... Nou ja, ik heb me vast verkeerd uitgedrukt, want de heer Stoffer is altijd een aandachtig luisteraar. Maar wat ik heb proberen te schetsen, is dat als het gaat over de sociale zekerheid, het creëren van verzekeringen voor iedereen, dan weten we wat de beste manier is om daar te zorgen dat en iedereen verzekerd is en daarmee ook de prijs zo laag mogelijk te houden, is de verplichtstelling. Namelijk, verplicht klinkt ontzettend angstig. Dat moeten we echt niet hebben. Maar als ik hier nu voor zou voorstellen, we gaan de verplichtstelling uit het pensioenstelsel halen, dan staan jullie allemaal op om naar de interruptiemicrofoon te komen en mij hier over het spreekgestoel te trekken. En terecht. En dat is precies wat ik eigenlijk bedoel te zeggen over de andere onderdelen van de sociale zekerheid. Als je een verzekering hebt, moeten er zo min mogelijk opt-outs in zitten, want dat drijft de prijs omhoog en zorgt ervoor dat er minder mensen verzekerd zijn en dat je aan cherrypicking kan doen op de arbeidsmarkt. En ik heb begrepen dat mensen daar allemaal helemaal niet wild van zijn, dus dat moeten we echt voorkomen. De heer Stoffer. Ja, voorzitter, afrondend. Kijk, ik ben blij met deze toelichting. Zullen elkaar niet helemaal vinden, maar ik was enigszins bang dat we naar een soort communistisch stelsel gingen. Maar ik merk inmiddels dat in ieder geval niet zeg maar het vooruitzicht is waar de heer Klaver naartoe wil. Dank u wel. Heer Klaver. Communisme, het gaat over communisme en de VVD staat gelijk op. Ja, okay. Mevrouw Thiele. Dat gevoel van communisme bekroopt mij ook een beetje bij het luisteren naar meneer Klaver. Want ook al probeert hij dat verbaal zeg maar te niet te doen, in alle non-verbalen van meneer Klaver gaat eigenlijk een soort van afgunst. Ik weet niet wat het is, maar bij zelfstandige ondernemers. Hè, ondernemers zullen altijd blijven, liever niet. Is meneer Klaver, want hij benoemt een groep die gedwongen eigenlijk zelfstandig is. Is meneer Klaver op de hoogte van het percentage ZZP'ers dat zeg maar gedwongen is ZZP'er te zijn? Welk percentage heeft het over? Ik weet het niet. 0,9%. Mm-hmm. Ja, dus de meeste ondernemers, de meeste zelfstandigen waar we het over hebben, zijn gewoon ondernemers die met ziel en zaligheid dingen doen voor klanten, patiënten, cliënten, wat dan ook. En wat ik meneer Klaver hoor zeggen is eigenlijk van laten we gewoon die ene kleine groep pakken als norm en daar gaan we allerlei regelingen op neerzetten, zodat we zo min mogelijk zelfstandigen in Nederland overhouden. Dat is tenminste wat ik proef uit het betoog van meneer Klaver, maar hij kan dat vast, als ik zo nu non-verbaal naar hem kijk, ik kan dat vast weer leggen. Heer Klaver. Dat weet ik niet, maar ik ga en ik weet ook niet of ik alles wil weerleggen wat u weer zegt. Maar allereerst, er is inderdaad een groep dan wel gedwongen zelfstandigen, dan wel mensen die misschien niet gedwongen zijn, maar waarvan ik zou zeggen, dit zijn gewoon werknemers. Dit moet er gewoon weer ook een dienstverband worden waarin mensen werken. Als ik iets heb gezegd over ondernemers, ondernemerschap is fantastisch. Ondernemers zijn innovatief, ondernemers bedenken nieuwe dingen, zorgen voor werkgelegenheid in dit land, dus dat is heel erg belangrijk. Maar ook als je ondernemer bent, vind ik dat je moet bijdragen aan die sociale zekerheid. En het feit dat je ondernemer bent en dat je risico loopt, vind ik geen reden om niet bij te dragen aan al die collectieve verzekeringen. Omdat, wat ik zeg, de beste manier om in dit land goedkoop elkaar te verzekeren, is om dat te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daaraan meebetalen en daaraan meedoen. Dus of je nou ondernemer bent of dat je nou werknemer bent, ik vind dat die risico's, die moeten verzekerd zijn. Mevrouw Thielen. Twee reacties. Punt 1, of je werknemer bent, bepaalt meneer Klaver dat dan of mensen zelf? Dat is een interessante vraag. En de andere is, ondernemers betalen ook mee aan onze solidariteit. We hebben een progressief belastingstelsel. Ik zou wel eens op een rijtje willen zien. En vandaag was er een leuk artikel op Sipconomy, waarin een aantal tarieven en bijdragen staan. Dus laten we nou niet ook verengen naar alleen maar of AOV of sociale premies of wat dan ook. Maar laten we het dan in zijn geheel kijken. Eigenlijk zoals meneer Borslap ook oproept, in zijn samenhang
bekijken in plaats van nu dingetjes eruit pikken en daar alweer ja of nee tegen roepen. Dit vind ik interessant. Hè? Er wordt nu verwezen, dat is eigenlijk bij ongeveer alles wat er gebeurt. Hè? Wat de VVD zegt, maar we hebben toch progressieve belastingen? Ja, dat klopt. Maar een belangrijk deel van de sociale zekerheid wordt niet betaald uit belastingen, maar uit premies. Dus als ze zegt, nou, we hebben toch een progressief belastingstelsel, zouden we misschien daar nog een schuif moeten maken? En zouden we wat meer uit belastingen moeten betalen? Of moeten we die premies misschien nog wat progressiever maken? En zorgen dat de hoogste inkomens daar meer aan gaan bijdragen? Ja, daar sta ik helemaal voor open. Ja, maar dat heeft u mij niet horen zeggen. Wat ik zeg is dat we niet zo, dat je niet moet zeggen van nou, dat is helemaal niks en die mensen zijn niet solidair met de rest. Dat is gewoon niet eerlijk. En wat u doet is zelfstandigen wegzetten als iets wat we in Nederland liever niet moeten hebben. Ja, maar zo is de afdronk wel bij mij. En dan zal ik echt niet de enige zijn. En daar moet u denk ik mee oppakken. Voorzitter, dus tot slot. Ik waardeer alle vragen die gesteld zijn. Ik waardeer ook de debattechnieken. We staan hier aan het begin van een heel ingewikkeld debat wat we hier met elkaar moeten voeren over de toekomst van die arbeidsmarkt. Laten we proberen dan geen karikaturen op elkaar te plakken over wat we wel of niet zouden hebben gezegd over ondernemers, of dat je dat wel zou willen of niet zou willen. Ik ben volstrekt helder geweest. En ik denk dat we met een open blik naar elkaar moeten blijven kijken en naar die toekomst van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. En dat het uitgangspunt moet zijn dat we mensen in Nederland zoveel mogelijk verzekeren, zodat ze de vrijheid hebben om te kunnen doen daar waar hun hart ligt.